Dikke shout naar Voetbalshop en Puma. De vraag van vandaag is EK-vragen. Zijn mensen in Amsterdam slim om de antwoorden goed te beantwoorden? Mijn accutulatie is top. ABN. Dikke shout naar ABN. Laat in de comments weten of je alle EK-vragen goed hebt die ik vandaag ga stellen aan de mensen in de straat. Amsterdam, hier ben ik dan. Amsterdam. Ben je slim? Tuurlijk. Oké, is goed. Oh. Oké, we gaan een trainersvraag stellen aan jou. Nee, trainersvraag. Nee, raakopvraag. Trainersvraag. Trainersvraag. Alleen ga je het goed doen. Oké, wil je raakopvraag? Oké, is goed. Oké, wat is mijn achternaam? Je kent het raken goed. Je zegt het raken goed. Je zegt het raken goed. Regilio. Regilio, bijna. Ik weet niet hoe me. Je kent me goed, hè? Heet Regilio? Nee, je bent al fout bij die naam. Ik sta vandaag met de beste voetballer uit Amsterdam. Wie is jouw favoriete voetballer op het EK? Frenkie. Nee, ik weet niet, man. Memphis Depay? Ja. Oké. EK 2024. De eerste vraag is als volgt. Als je deze vraag goed hebt, heb je gewoon een nieuwe trainingspak van Memphis Depay. Oké. Hoeveel teams doen mee aan het EK van 2024? 22. Fout, man. Sorry, man. Als je het goed had, had je die nieuwe trainingspak. Het antwoord is 24. Ik heet Reginio. En wat is mijn achternaam? Je kent me goed, toch? He? Kom hier, hè? Je kan nu... Hey, als je nu deze vraag goed hebt, stuur me een tikkie van 5 barkie. Ik sta vandaag met de enige echte. Nana. Nana. Oh, Nana. What's my name? Ja. Oké, je kan PSV-kaarten winnen. Ik kan gewoon chillen met de speler van PSV. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het top. Ja, wie is de beste speler van PSV? Ik denk Joey Veerman. Oh, sterk, man. Denk je dat hij naar Real Madrid gaat dit jaar? Nee, man, dat niet. Waar gaat hij naartoe? Ik denk naar Sevilla of zo, man. Sevilla. Kijk, de vraag gaat als volgt. Als je... Doe wat je wil, man. Ja? Ja, doe. Ja, doe dan. Ja. Ben je goed met EK vragen? Ja, ik ben daar. Oké, ik ben daar. Ik ken niet, maar... Oké, een geschiedenisvraag. Oké, hoeveel wedstrijden worden er gespeeld op dit EK? Oké, ga het gewoon doen, man. Ik ging er gewoon, hè. Wie wil EK 2008? Spanje. Wauw. Je hebt gewonnen, man. Ik ga niet naar PSV. Ja. Maya! De eerste vraag als volgt. Gebruik je nog steeds SQ? Nee, man. Ja. Gebruikte je het vroeger ook eerlijk? Ja. Welke gel gebruikte je? Die groene, man. De SQ gewoon. Oh, ik pakte die van 60 cent bij Bas van der Heijden. Laat in de comments weten of je ook SQ ging gebruiken en die gel. Wauw. Lach ook even, hè. Even nep, krijg je barkie. Nee, je ging niet lachen, dus die barkie is van mij. Nee, je ging niet lachen, je telt niet cheese. Oké, ondertussen een vraag. Welke nummer heeft Hakim Ziyech bij Marokko? Is dat niet Danny? Je bent dom. Oké, let's go. Jij kan kaas maken op een Depay pak. Oké, de eerste trainersvraag is, hoe heet de trainer van Duitsland? WZB. WZB, dat mag je niet zeggen op camera. Oh shit. Kijk, kinderen. Hoe heet de trainer van Duitsland? Ola Merck weet, man. Probeer een naam. Aschbacher, Huisklager, Huisenstein. 3, 2, 1. Iets met Stijn of zo, weet ik zo. Ja, is geen Stijn, man. Sorry, man. Zing een Hindustaanse liedje. Nou, kan ik niet. Hamdu gare gare bate tu senki na dekom. Tamper lebe denke taperno, tamper saperna. Oké, dat was wel goed. Oké, dan. Ben je slimme jongen of een domme jongen? Slimme jongen. Oké, draai het. Hou je van voetbal? Sowieso, man. Wie is de beste speler aller tijden in jouw leven? Ronaldinho. Ja. Een stadionvraag. In welke stad werd de openingwedstrijd gespeeld van het EK? Leipzig. Fout. Sorry. Welke maat heb je? Maat 46. Migadomi, Jezus. Doe eens naar beneden. Vlak die pata. Doe eens even. Migadomi, Jezus. Pa. Oké. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben cameraman. Je lijkt echt op een sappie man, joh. Je hebt op mijn ABN pasjes. Nee, man. Oké, een rare vraag. Je speelt voor een pata van Voetbalshop ter waarde van what you win. Wat is mijn favoriete positie op het veld? Rechtsback. Wat? Rechtsback. Maar, nee, toch? Wat zei je als eerst? Bro, Bandat. Nee, zeg, wat zei je als eerst? Bandat. Zeg, wat? Nee, wat zei je? Rechts, wat? Wow, rechtsback. Rechtsback, nee. Wat betekent buitenspel? Als je deze goed hebt, krijg je alles. Als de speler... Ja? ...over de lijn is... Ja? En al die andere
al die andere spelers die achter nog blijven, toch? Nee. Nee. Oké, wat is een assistent trainer? Assistent trainer is gewoon diegene die zijn manager gewoon helpt, toch? Ja. Robert, wie is de nummer 10 van het Nederlands elftal? Nummer 10. Reactie? Wat zeg je? Hey broer, hey, wie is nummer 10 van het Nederlands elftal? Ik weet het niet. Dus een voetbalclub is nummer 10 van het Nederlands elftal. Ben je dom of speel je dom? Ik moet het even leuk maken, toch? Je hebt een woman home? No, I'm single, man. I'm searching. Oké, you want to win this for your vrouw of for iemand, somebody? Oké. Okay. Yeah, you want to turn this. Turn. Give me. Yeah. Stay there. Oké. Okay. You. Oké, okay, turn. Bom, bom. Where you from? From Nigeria, man. Yeah, who's the best Nigerian player all the time? Osimhen, man. No. Okocho, I love Okocho. The real one from the Nigerian, the hood. Okocho. Yeah, the Okocho is the father who. Yeah. Think a little for Burna Boy on the camp. Bonner, my big bro. Sing a poco, you know, sing a song. He don't cast, last. Everybody go chop breakfast. Yeah, oh, but not go here. Oh my God. Okay, give me the dance. Shayo, give me the dance. Shayo, you know, bad guy. Have a nice day. Yeah, man. 3, 2, 1, what's my achternaam? Waarom weet ik dit wel, maar ik kan het niet, het zit op mijn tong, ik zweer het je. Ja, oké. 3, 2, 5 barken nu. Wat is mijn achternaam? Weg, Resida, wegwezen. Oh ja! Je wist het niet. Hij wist het niet! Ja. Dit was een Rarko EK vragen met Raad de Rat. Laat in de comments weten of je alle vragen goed hebt geraden. En één ding is zeker... Hoe heet het ook alweer? Rad van Fontijn, oké. Dit was een Rad van Fontijn in Amsterdam. Laat in de comments weten of je alle vragen goed hebt beantwoord. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik ben lekker aan het interviewen. Raggedigidigide. Doe ook lekker mee. Tot de volgende keer. Wij zijn hier. Voetbalshop en Puma. Woehoe. Deze Puma is mooi. Dit kost maar €60 in de winkel. Ja. Yeah.